Vooruit, dames en heren, naar de tweede koers van vandaag. Ik doe dat met mijn collega Hans Zinnige. Hans, die vandaag niet als commentator actief is, dat mag ik vandaag van hem overnemen. Om een simpele reden. Hans, jij hebt goede connecties met de amateurs in Hamburg. En zo is er iets spontaans ontstaan. Over twee minuten. Nou, we zijn door de mensen in Hamburg destijds uitgenodigd voor een interland. En die hebben we ook al gehad. Dat was in mei. Het was heel gezellig en natuurlijk komt er dan een terugmatch en die is vandaag in Wolfga. Dus ja, als je daaraan mee wil doen, moet je ook een dag vrij nemen. En daar werden spontaan paarden voor beschikbaar gesteld? Ja, eigenlijk ging het vrij vlot. Alleen is altijd zo, je hebt er 10 nodig en we hadden er 8 heel snel. En die laatste 2 moet je dan achteraan bellen, maar de trainers hebben heel mooi meegewerkt. Hans, je bent zelf ook van de partij. Een Nuage Noir, een paard dat er niet voor schuwt om 16 tijden eruit te gooien. Maandje stilgestaan, wat zijn je verwachtingen? Ja, het maandje stilstaan, dat was eigenlijk niet bewust, maar er waren weinig startmogelijkheden. We hebben die Merrie toen gekocht van Heiko Swarma. Het is een heel fijn paard. In Duitsland de laatste keer dat hij liep in Mönchengladbach, dat hij nog vierde was met Roland Hulskat. Toen kwam hij laat vrij en liep hij 16. Anders had hij kunnen winnen, zei Hulskat later. Daarna zijn we zelf mee gaan koersen. Ik heb in Emmeloord met hem gereden. Maar je moet hem eigenlijk met een zoltje rijden. En dat hadden we niet gedaan op gras. Maar die baan was erg hard, dus dat sprong die 2 keer. Daarna in Gelsenkirchen gelopen, 1 keer met hinder. Toen sprong die weg, liep hij nog 17. Dus het paardje kan wel aardig wat lopen. We hebben vorige week hier gewerkt en dat ging heel goed. Ja, tweede gelid. Een zuinige koers, laatste 800 meter rijden? Nou, zuinige koers hoeft niet per se. Laatste 800 meter gaan we wel doen. Je tegenstanders, Hans. Ik meen Kati Beer en Avenir C. Volgens mij kennen ze elkaar. Ze kennen elkaar. Ik heb Kati net gesproken. Ze heeft hem 2 jaar geleden of een jaar geleden, ruim een jaar geleden, een keer gereden in Groningen, zei ze. Toen was ze tweede met hem. Dus ze kent hem. En ze weet ook dat hij onderweg vrij lui is. Ik heb de staltactiek al gehoord. Het is de bedoeling dat Adelaide Boko de leiding gaat nemen en Avenir C hem dan overneemt. Dus ze komt snel aan kop. Dat weet je dan maar alvast. Dan weten de wedders dat alvast. Daar kunnen ze zich aan vasthouden. Wanneer ben jij tevreden? Als hij geen fouten maakt en in de eerste bocht is het nog wel eens een beetje lastig. Als de eerste bocht doorkomt en gewoon netjes 4-5 wordt, ben ik heel tevreden. Dankjewel, Hans. Succes. Dank je. Aldus collega Hans Zinnige zo dadelijk in de interland. Deelnemers défilé. En dat défilé sluit daar prachtig mooi op aan. Voordat de deelnemers hun posities hebben ingenomen, dames en heren, wil ik graag nog even terugblikken op die zojuist gelopen eerste koers van vandaag. De Challenge de Vitesse de Police Trotteur Français Lady Challenge. Natuurlijk was er weer die fantastische actie vanuit Victoria Park om potentiële eigenaren mee te nemen door het Franse land. En ook dit jaar heeft dat weer ongelooflijke vruchten afgeworpen. Samen met Lutro werd er een speciale veilingreis naar Frankrijk georganiseerd. En daar zijn voor deze Lady Challenge maar liefst 10 merries gekocht. Onder andere trainers als Rick Wester, Stefan Schoonhoven en Tom Kooijman hebben hun eigenaren bereid gevonden om te investeren. En verder kochten ook eigenaarrijders en trainers als Hans Westgeest, Piet Sederius en Adriaan van Doleweert paarden. Kortom, het was weer een vruchtbaar reisje. Fantastisch initiatief van Victoria Park Wolfga en Lutro. Met weer 10 nieuwe Franse merries voor de koersen al hier. Proficiat. Amateur Interland, Wolfga, Hamburg, dames en heren, vraagt ons aandacht. Het gaat om de Caitlin Scott Cup. En door voor de winnende eigenaar is er een ereprijs beschikbaar gesteld in deze Caitlin Scott Cup. Stel de deelnemers aan u voor, dames en heren, toen wij in Hamburg waren. Toen werd het een achterhoedegevecht voor de Nederlanders. Dat zal nu anders zijn, want wij geven de Duitsers gewoon goede paarden. Onder nummer 1, Adelaide Boko, Georg Kowalski. De 2, Boy Summerland, Jan-Dirk Walter. En onder nummer 3, Classic Lane en Jaap ter Stal. De 4 is Edien Boko en Christian Schulz. Onder nummer 5, On the Road Rex, Willem ten Brink. De 6 is torenhoogfavoriet, Avenir C en Katie Beer. Onder nummer 7, Your Latest Trick, Kees Kramer. De 8 is Alpa Mayo Montana en Erik van den Berg. Onder nummer 9, Jewish Toscana, Rebecca Gooms. En onder startnummer 10, Nuage Noir en Hans Zinnige. Dat, dames en heren, zijn de deelnemers aan de tweede van vandaag, de Caitlin Scott Cup. En het gaat hier om een interland tussen de amateurs en amatrices uit Hamburg tegen die uit Nederland. Of laten we zeggen tegen de amateurs uit Nederland. €1,70 de favoriet, paard nummer 6, Avenir Zee en Katie Beer.
Start over 20 seconden. 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Biete einordnen, der Start ist frei. Start vrij. Voor de Caitlin Scott Cup, de amateur interland Wolvega Hamburg, de revanche, mogen we zeggen. En we gaan eens kijken wie dan aan het langste eind gaat trekken. Favoriet is paard nummer 6, Avenir C met Kati Beer. Maar veel aanzien geniet ook paard nummer 3, Classic Lane met Jaap ter Stal. En de 8, Alpa Mayo Montana met Erik van den Berg. De Duitse Kati Beer is favoriet, maar twee Nederlandse amateurrijders die zitten in de wedmarkt wrak achter. Nog 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg en de leiding wordt genomen vanuit het midden van de baan door paard nummer 4, Edin Boko. Edin Boko aan de buitenzijde Alpa Mayo Montana en aan de binnenzijde Boy Summerland. Mooie start was er daarachter voor Avenir C en dat geldt aan de buitenzijde ook voor Classic Lane. Achter Classic Lane aan de binnenkant is het Adelaide Boko. En achter Adelaide Boko volgt dan de hele rest in aansluitende vorm. Als we op weg gaan naar de overkant van de baan en daar vermoedelijk een nieuwe koploper gaan krijgen, want Erik van den Berg, hij neemt met Alpa Mayo Montana het veld op sleeptouw. Alpa Mayo Montana heeft nu een lengte voor. Op de tweede plaats Edin Boko. Daarachter Jan-Dirk Walter en zijn Boy Summerland. En op de vierde plaats daarachter is het Avenir C. Kati Beer heeft alvast de orenkap van Avenir C eraf getrokken om hem bij de les te houden. En achter deze deelnemers krijgt Classic Lane koers op maat. Aan de binnenzijde Adelaide Boko. En achter Adelaide Boko ligt ook Nuage Noir met collega Hans Zinnige goed in de koers. En zo komen de deelnemers dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks 2-2. Kijken we nog even wat verder weg in het veld. En daar ontwaren we onder andere On the Road Rex. En ook Kees Kramer. En hij acht de tijd rijp om het derde spoor nu op te zoeken. Met zijn nummer 7. Your Latest Trick. Paarden komen dan in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finishpaal nog één volledige ronde te gaan. En in de interland Wolvega Hamburg is het Erik van den Berg uit Den Haag. Aan kop van het veld met Alpa Mayo Montana. Aan de buitenzijde Avenir Zee. Een echte doordouwer. In het derde spoor komt daar naar voren Your Latest Trick. Daarachter loopt Edin Boko geen meter te veel. En dat geldt eigenlijk ook voor Classic Lane. Een paard met een geweldig eindschot in de benen. En vanuit de start van het veld komt die andere krachtpatser eraan. En dat is On the Road Rex met Willem ten Brink. Het is een fantastische amateur in het land. Dat is zover al duidelijk. En de overwinning is nog lang niet vergeven. We zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met Alpa Mayo Montana onder druk van aan de buitenzijde Avenir Zee. Daarachter wordt de actie van paard nummer 7, Your Latest Trick, wat korter. En zou er zo dadelijk ruimte kunnen komen voor Jaap ter Stal, die prachtig op die rug van Kati Beer mee kan komen. Maar Kati heeft de gaspedaal ingetrapt en neemt afstand van het veld met Avenir Zee. Dit is indrukwekkend. Want wat Avenir C laat zien. Jaap ter Stal, hij reageert wel. Komt in de achtervolging. En daarachter komt nu ook naar het buitenste spoor paard nummer 4, Edin Boko. En die is in duel met paard nummer 8, Alpa Mayo Montana. De voorsprong wordt kleiner van paard nummer 6, Avenir C. Want Classic Lane komt nader en nader. Maar Classic Lane moet dan wel vleugels krijgen om die Avenir C nog te achterhalen. De voorsprong wordt korter. Daar komt Jaap ter Stal aan de buitenkant met elke centimeter dichterbij. En Classic Lane pakt hem op de finish. Avenir C tweede. Hele mooie derde. Boy Summerland. Wat is dat toch een fenomeen van een amateur, die Jan-Dirk Walter. En de hele rest eindigt daarachter. Schitterende winnaar. De derby tweede van destijds. Classic Lane was hier te goed. Met dank aan prachtig stuurwerk van ons aller Jaap ter Stal. On
koers 3, dames en heren, stelt u vandaag eenmalig in de gelegenheid om het spel kwartet te spelen. Trio komt daarmee te vervallen. Winnend, plaats, duo en kwartet, dat zijn de spelsoorten in koers 3. Er komen 10 paarden aan de start conform het officieel programma. It makes you think you're close. Learn to survive even if your heart's still broken. Dance with me and catch the sun. Catch the sun. Ja, Ferdinand, laten we hopen dat deze koers een voorbode is voor de rest van de avond. Wat een mooie eindstrijd, wat een mooie winnares Classic Lane. Jaap ter Stal in een fantastische tijd, 1:16 rond. 1:16 rond, een fantastische tijd en inderdaad een fantastische finish van Classic Lane. En Hans Zinnige had inderdaad in zijn interview al gezegd, Avenir C zal op een gegeven moment hard aan de leiding gaan. En dat was ook zo. En daar komt Jaap ter Stal aangelopen met naast hem Peter Velding. En die is misschien wel nog wel bijna gelukkiger dan Jaap zelf. Als natuurlijk als eigenaar van Classic Lane. En uiteraard krijgt Jaap de prachtige ereprijs. De Ketens Kop Cup. Bos Bloemen, ook voor trainer Kees Kamminga. Even nog een mooie foto. En nog een paar zoenen voor Jaap. En Jaap, wat een ontzettend mooie finish van dit paard. Ik bedoel, op een gegeven moment, Avenir C liep halverwege de laatste bocht liep weer weg. Wat Zinnige in zijn interview eigenlijk ook al had voorspeld. En wat dacht jij toen? Nou, Kees zei al dat hij goed was en dat hij veel speed had. En ik zette hem aan en toen dacht ik van nou, ik kan zomaar eens goed komen. Nou zeg, het ging als een raket ongeveer. Ja, echt heel goed. Het paard is echt heel goed. Lekker paard om te rijden en ja, super. Super, maar je had ook echt een hele mooie koers. Je hebt heel goed voortdurend als tweede paard naar de buitenkant kunnen liggen. Ja, en op de rug van de favoriet, dus mooie kan je niet liggen. Prachtig gedaan. Heb je ook in Hamburg ook al meegereden? Ja, toen heb ik ook meegereden, ja. Klopt. En wat was er daar, jouw resultaat? Heel gezellig was ik 5. Heel gezellig was je 5. Nou, dat is ook mooi. Dan is dit misschien nog vele malen beter. Is er binnenkort wederom een vervolg tussen Hamburg en Wolfga? Nee. Nou krijgen we geloof ik 5 oktober het Interland Sovalla Wolvera. En dan rij jij weer mee? Ja, rij ik ook weer mee. Nou, dat moeten we in de gaten houden uiteraard, Jaap. Want als jij in die Interlands meerijdt, dan ben je zeer succesvol. Ja. Dan gaan we nu zo meteen herenigen met je paard als het weer deze kant op komt. En Jaap krijgt nog meer ereprijzen. En daar is Classic Lane weer, dan gaan we een mooie foto maken. Kees, je mag een foto maken bij het paard. Kasper, even praatje. Oké.
Oh. Zijn alle foto's gemaakt en dan gaan we voorrijden, dames en heren. Dan mag u in de handen voor deze prachtige winnaars van de Katin Scott Cup. De amateurtalent tussen Wolvega en Hamburg en nog onderdeel van de Faber Elite Challenge. En laat u horen voor deze prachtige finisher de Jaap ter Stal. Uitslag, dames en heren, van de tweede koers is officieel gewonnen door paardnummer 3 Classic Lane. Jaap ter Stal, 1-16 rond. Tweede werd de 6 Avenirzee. Derde de 2 Boy Summerland. Vierde de 4 Edin Boko. En vijfde de 9 US Toscana. 3, 6, 2, 4, 9. De bijbehorende uitbetalingen komen nu in beeld. Die zijn voor 3 winnend €3,50. 3 plaats, €1,80. 6 plaats, €1,50 en 2 plaats, €5,20. Vandaar de lovende woorden over Jan-Dirk Walter. Duo 3-6 brengt €9,50. En trio 3-6-2, dat was de uitvinding op plaats 3, €320,10.